Maria wordt van oudsher afgebeeld met een lelie. De lelie verwijst naar de zuiverheid en de reinheid van Maria, waardoor zij geschikt is om de moeder van Christus te zijn. Op dit schilderij wordt de Annunciatie verbeeld. Maria hoort van de engel Gabriel dat ze zwanger zal worden. Mark Mulders heeft op een moderne manier de reinheid van Maria verbeeld. Rechts, bovenin, zie je nog een roos. Maria wordt ook wel de roos zonder doornen genoemd. Maar de roos kan ook symbool staan voor het navolgen van Christus of een verwijzing zijn naar het toekomstige lijden van Christus. De 5 blaadjes van een roos staan voor de 5 wonden van Christus en in die zin een teken van lijden, van martelaarschap.